Als eerste is uh, Mirjam Duivenvoorde aan de beurt om een uh, voordracht te houden. Zij is co-auteur van het boek Plaatsen waar de geest waait. En um, voor dit boek is zij uh, in de archieven gedoken van de bibliotheek, Bibliotheca Hermetica Philosophica... om alles over um, dat bijzondere Ariège-dal, uh, wat in het boek aan de orde komt... En, Natuurlijk Antoine Cadal, waarvan dit boek de biografie is, om daar alles over op te zoeken en dat boek te voorzien van, uh, van wat in die archieven staat. En in de voordracht gaat zij in eigenlijk op wat in dat katarendom uh, uh, belangrijk was, ook de vrouw, de rol van de vrouw. En uh, Mirjam kan dat veel beter verwoorden dan dat ik want nu al niet deze kleine introductie doe. Maar dat is de introductie voor uh, waar Mirjams verhaal ongeveer over zal gaan. Mag ik jou het woord geven? Er zijn van die plaatsen op aarde, waar tijd en eeuwigheid elkaar lijken te raken en de grenzen wegvallen tussen vandaag, gisteren, vroeger. Plaatsen die een grote rust in ons oproepen, of een blijde verwondering, of juist een sterke innerlijke beroering omdat er iets in ons wordt gewekt wat tot dan ongeweten was en nu met kracht in ons opspringt. Plaatsen waar wij ons klein kunnen voelen, in iets wat machtig groot en omvattend is, maar ook zo thuis, omdat wij voelen dat wij een plek hebben in die grootheid, dat wij er ten diepste mee verbonden zijn. Het zijn plaatsen waar de Geest, die waait waar en waarheen Hij wil, een ingang vond in mensen of in mensengemeenschappen, die met die geestkracht willen leven en werken, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Wij kennen ze als de heilige plaatsen uit alle tijden en culturen. Sommige van hen dragen zichtbare markeerpunten tempels en piramides, grotten of megalithische steenformaties. Maar net zo vaak is er niets wat onze blik vangt. Dan worden wij onverwacht geraakt door een onzegbare sfeer. Vandaag willen we u meenemen naar zo'n plaats waar de geest waaide en nog steeds waait. Naar het gebied van de Sabartes. In de Franse Pyreneeën en meer speciaal naar Ornolac-Usalabin, waar Antoine Gadal, wiens levensbiografie wij vandaag presenteren, het grootste deel van zijn leven doorbracht. Sabartès, een wieg der mensheid, waar de prehistorische mens 40.000 jaar geleden zijn zichtbare sporen naliet. Maar ook een gebied, een bekken, waarin de wijsheid der eeuwen samenvloeide en haar tekens vastlegde in en op de aarde. Gadals innerlijk was gevoelig voor deze impressies. Hij las de tekens. Zelf schreef hij hierover. Vaak genoeg heb ik de stilte bewaard. Soms zelfs gedurende lange tijd, maar ook al zwijg ik, nooit zou ik de sabartes kunnen vergeten, noch Ornolak, noch de buitengewone fluistering die daar doorheen ademt, vol van inspiratie en onstoffelijk voedsel, voor hen die er dankzij een zeldzame voorbeschikking voor openstaan. Nee. Nooit zal ik dat vergeten. Integendeel, ik denk vaak sterk aan die buitengewone plaatsen en met alle middelen die me ter beschikking staan, tracht ik die te doorgronden, formuleer ik ideeën en probeer ik dieper in de tijd door te dringen om te ontdekken wat en hoe ons Aquitanië, ons deel van de Pyreneeën was. Waarvan de verschijningsvorm in een onbekende taal tot ons spreekt. Ik word hiertoe gedreven door mijn aangeboren neiging tot dit soort bespiegelingen, als ook door mijn kataarse voorgeschiedenis. Ik wil deze uitdrukking graag benadrukken. En door de letterlijk mysterieuze effecten die in het diepst van mijn onderbewustzijn. Teweeg zijn gebracht door invloeden die uitgaan van dat eeuwenoude heiligdom van Ornolak. Die schok, ik kan het niet beter omschrijven. veroorzaakte zo lijkt me een soort spirituele katalyse. Een versnelde chemische reactie in mijn gevoelig wezen. dat hier van nature al vatbaar voor was. Hoe dit ook zij. Sindsdien voel ik me onweerstaanbaar gedreven om het Kathaarse verleden, haar tradities en de sporen van een nog ouder verleden te onderzoeken. Het is een verrassend sterke kracht die mij aanspoort de principes, de uitgangspunten van toen terug te zoeken. Want in werkelijkheid gaat er niets boven de wijsheid. Begrepen naar de verschillende aspecten waarin het verheven zijn zich in de menselijke intelligentie uitdrukt. De zevirot, Sofia, de Einsof. Ja, wat maakt toch dat de sabbates op zoveel mensen die grote aantrekkingskracht uitoefent? Antoine Gadal wijst ons op de bijzondere geaardheid van het gebied en schrijft daarover. In het enorme Pyreneese bergmassief, waarvan de hoge toppen voor het grootste deel van het jaar bedekt zijn met sneeuw en ijs, ligt een lieflijk dal verschonen, waar de rivier de Ariège met kracht doorheen stroomt. Meer dan 70 miljoen jaar geleden werd de kalklaag van het Ariègegebied tussen Bouan en Tarascon gevormd, toen zeeën deze streek overstroomden. In de periode tot 2 miljoen jaar geleden brak het graniet van het oergesteente door de kalklaag heen en vormde de toppen van de Pyreneeën. Door de inwerking van hitte en koude ontstonden spleten in de bergen van kalksteen. waar het water binnendrong en de kalksteen uitholde. Het begin van de vorming van de grotten. Ondergrondse werkingen veroorzaakten in het gebergte een enorme inwendige breuk. van zeven tot 800 meter diep. Een soort schacht dwars door de primaire lagen en het oergesteente heen, tot aan het magma van het binnenste van de aarde. En tenslotte vormden de kolossale bewegingen van de gletsjers dit dal, in het hart van de sabartes als tot een kostbare vaas, rijk bezet met ertsen, mineralen en gesteenten. Zo is het dal een ontmoetingspunt, een magnetisch brandpunt tussen hemel en aarde, dat als het ware is voorbestemd om achtereenvolgende stralingsimpulsen op te vangen van kosmische of aardse en magnetische aard. En de mens die dit gebied bezoekt. Ervaart iets van dit samentreffen in het diepst van zijn eigen wezen. Hij wordt hier gedreven tot het zoeken naar het doel van het leven en tot de terugkeer naar de oorsprong van alle godsdienst, naar de universele wijsheid die de mensheid door alle tijden begeleidt. Antoine Gadal. Werd in 1877 geboren in dit gebied, dat altijd doortrokken was van een geest van vrijheid en in een tijd die volop in beweging was in politiek, maatschappelijk en religieus opzicht. Als jonge man vatte hij een grote vriendschap op voor zijn buurman Adolphe Garigou, de eminente kenner van de prehistorie en historie van de Sabartes. En zo raakte hij al op jonge leeftijd vertrouwd met de geschiedenis van zijn streek. Hij dronk alle verhalen, alle kennis van de oude man in en met zijn eigen onderzoekende geest en een onvermoeibare energie drong hij verder door in de unieke en toen nog weinig bekende geschiedenis van deze wieg der mensheid. Eerst als onderwijzer met grote belangstelling voor geschiedenis en spiritualiteit en in zijn vrije tijd steeds meer als geoloog, speleoloog en archeoloog, die in contact stond met de wetenschappers van zijn tijd. Hij hield van de bergen om hem heen. Met hun meren, heiligdommen, de kleine gehuchten, de ruïnes van eens zo imposante kastelen. Hij kende de vele kleinere en grotere grotten in de rotswanden van binnen en van buiten, en doorkruiste in het binnenste van de berg de enorme ruimtes die met elkaar verbonden zijn door gangen, galerijen en afgronden. Gedurende vele jaren pachtte en beheerde hij ruim vijftig grotten in zijn omgeving. Hij stelde ze open voor verder onderzoek en bracht er de nodige voorzieningen aan. Hij was op de hoogte met de prehistorische rotstekeningen van Jo, als het ware om de hoek van Ornolac Usaleben, maar ook met de heilige plaatsen der Druïden. De dolmens en menheers in de wouden of op markante punten in het landschap. Hij ontdekte hoe ook het christendom al vroeg zijn weg vond naar dit gebied, waar we dezelfde symbolen vinden als in de vroeg christelijke catacomben. Maar bovenal bracht hij aan het licht hoe in dit gebied een zuivere. Oorspronkelijke lijn van het christendom uitmondde in het Pyrenese katharisme van de 12e en begin 13e eeuw ten tijde van de hoogbloei in de Occitaanse samenleving. Occitanie was van oudsher een zelfstandig gebied dat zich uitstrekte over heel het zuidelijke deel van Frankrijk. Het had door de eeuwen heen zijn onafhankelijkheid bewaard van de noordelijke overheersers enerzijds en van het centrale kerkelijk gezag en dogma anderzijds. Door de ligging aan het uiterste westen van de Middellandse Zee, op het kruispunt van continenten, vormde het een ontmoetingspunt van culturen, kennis en wijsheid. En het kende dan ook een zeer tolerante samenlevingsvorm, een conviventia, waarin Joodse, christelijke en Arabische tradities elkaar wederzijds bevruchten. De hoven van de vele burgten waren vrijplaatsen, waar ideeën werden uitgewisseld, waar de vroege graalvertellingen circuleerden. Maar waar ook het katharische gedachtengoed in versluierde taal door de troubadours werd overgedragen, wat is dan dat katharische gedachtengoed? Hoe kunnen wij het kenschetsen? Voor de mannen en vrouwen die wij nu katharen noemen was het heel eenvoudig. Zij beschouwden zich als goede christenen. Volgens de uitgangspunten van het vroegste christendom. Zij verwierpen de toenmalige uitwassen binnen de kerkelijke hiërarchie, die ook door de troubadours met scherpe spot werden bezongen. Bij hen nam het Evangelie van Johannes, het Evangelie van de Liefde, zoals het ook wel wordt genoemd, een belangrijke plaats in. Zij leefden en leven waarin zij iedere vorm van zelfzucht aflegden, gericht op het Koninkrijk Gods in hen en in dienstbaarheid aan de medemens. Niet voor niets beschrijft Antoine Gadal de lijn van het oerchristendom naar het katharisme als de Johannesische lijn van het christendom. Johannes, de zeer geliefde discipel, die zijn hoofd liet rusten aan de borst van Jezus en de fluisteringen kende van dat onmetelijke liefdehart, die het goddelijk woord vernam, dat in hem tot een levende kennis werd van dat wat is, wat was en altijd zijn zal. God is liefde, zo spreekt Johannes, en die in de liefde blijft, Blijft in God en God in Hem. God is liefde. Met deze drie woorden is in het kort het wezen van het christendom samengevat. En deze liefde kan werkzaam zijn in iedere gevoelige mensenziel. Liefde is het uitgangspunt van het mens zijn. Liefde doet alles groeien. Ook de menselijke ziel. Gadal spreekt van de fases van formatie, reformatie, transformatie, van rups, pop en vlinder. In gedichten en liederen werd de Katharische Kerk van de Liefde, het Christendom van Johannes, in bedekte termen wel aangeduid met de zozeer gelijkende vrouwelijke naam, Johanna. En Gadal spreekt steeds van een godsdienst van de geest. Heeft Johannes niet als symbool de adelaar, die machtige vogel die zich beweegt als op vleugels van vrijheid, die een omvattende waarneming heeft vanuit het hoge geestelijk gebied en tegelijk met de scherpte van zijn blik het kleinste. En voor velen nauwelijks waarneembare als in een essentie omvat en daarin doordringt. Daarom is het katharisme ook verbonden met de aloude mysteriën, waarbinnen mannen en vrouwen een weg gingen van toewijding, wijding, inwijding. Het is een werkelijk innerlijk christendom. Het evangelie van Johannes stond aan het begin van hun geschiedenis. Zo schrijft Gadal over de Kataren. De Apocalyps van Patmos was hun Epos. En hij vervolgt, hun geest bezat het temperament van de adelaar. Door de apostel Johannes en door zijn evangelie, de parel van de Bijbel. Waren de Kataren niet slechts van puur evangelisch geslacht, maar tevens van zuiver orthodoxe origine? En toch maakten zij zich van deze orthodoxie los door een grootse spiritualiteit en door hun hartstochtelijk nastreven van het meest verheven christelijk ideaal. Zij leefden naar het geestelijk evangelie in de zin van de hoogste verwerkelijking die van de geestmens christelijk als het is maar naar zijn wezen ouder dan het christendom van Nicea aanvaardt het nog de joods geïnspireerde evangelien nog de symbolen van de uiterlijke kerk nog de heidense praal van de Romeinse theocratie van de christelijke stam, wendt het zich af door de daaruit voortkomende tak van Johannes te volgen en het vormt door het bevruchtende leerstuk van de parakleet, de trooster, als het ware een nieuw christendom. Door deze stoutmoedige ontwikkeling kan het katharisme als een nieuwe godsdienst worden beschouwd, die zich van de kerk losmaakte. Als een vlinder uit zijn pop. En terwijl in Occitanie een hoogstaande beschaving opbloeide, met waarden als libertat, paratje, convivencia, fin ofwel vrijheid, gelijkwaardigheid, vreedzame samenleving en de minne of hoofse liefde. Steeg het Katharisme uit tot grote spirituele hoogte, met een brede aanhang in alle geledingen van de bevolking. De monarchie, met haar zetel in Parijs, zag de groeiende rijkdom en invloed van Occitanië met ogen aan, terwijl de kerk van Rome de toenemende invloed van de Katharen, de Bon Chrétien. Vooral het feit dat het katharisme ook door de adel werd omarmd waar de grote zorgen. Hecht verweven als kerk en staat waren, zou het daarom niet lang duren voordat zij de handen ineens sloegen. Voor een van de grote geloofsvervolgingen in onze geschiedenis, die ook wel bekend staat als de kruistocht tegen de Albigensen. Opmerkelijk is hoe in het middeleeuwse Occitanië vrouwen, al of niet van edele afkomst, een bijzonder actieve en inspirerende rol speelden. In de cour d'amour, de hoven van liefde, streden ridders tijdens toernooien om de gunst van hun vrouwen, niet alleen met wapens, maar ook in een steekspel van woorden. In de Kataarse kerk van liefde, Joanna, konden vrouwen, evenzeer als mannen, de weg gaan van gelovige tot puur, dat is de reine zieliggesteldheid, en vervolgens tot parfait of parfaite, de staat van volmaaktheid van de geestmens, de parfaites leefden vaak in kleine besloten gemeenschappen, maar konden ook door een speciale ceremonie, het Industau, tot diaconessen worden verkozen. Deze werden revetu en couronné genoemd, zij, die bekleend of gekroond zijn, en ze speelden een grote rol in de verspreiding en verdediging van het Kathaarse gedachtengoed. Net als in de vroegste christelijke gemeenschappen was er geen eredienst, geen gebed of voordracht die niet door hen kon worden uitgesproken. En toch stonden zij tegelijk midden in de samenleving, waar zij scholen stichten voor onderwijs aan kinderen en de zorg hadden voor zieken en kansarmen. Heel die historische lijn van dit schone Occitanie. met in het hart daarvan de Sabartes, een van die plaatsen waar de geest waait. heeft Antoine Gadal niet alleen waargenomen en onderzocht. maar ook met eigen voeten stap voor stap opnieuw betreden. Van jongs af aan wijdde hij zijn leven. aan de overdracht van die ruime innerlijke vrijheid, die het welzijn van alle mensen beoogt. Tegelijkertijd verruimde hij in zijn denken, zijn leven en zijn geschriften de blik naar de horizon van het spirituele. In dat opzicht is hij de behoeder van de traditie, van een religie van het hart, die universeel en geestelijk is. Met zijn grote openheid en begrip voor ieder mens die hij ontmoette, liet hij hen delen in de volheid van zijn ervaring en plante in allen dat zo eenvoudige, maar allesomvattende weten van het christendom van Johannes. God is liefde. Dank u wel. Dank voor je verhaal, Mirjam. Heel mooi. We zagen steeds die foto van dat Ariège dal. Volgens mij vanuit de god Bethlehem, uitzicht, of niet? De Lombrieven. Ah ja, tuurlijk. Ja. Schitterend. Ik eh, heb het boek ook mogen lezen. En eh, precies zoals dat in dit verhaal naar voren komt, maar daar nog uitgebreider is die kracht van zo'n plek. En daarom is die titel wat mij betreft ook zo goed gekozen. Plaatsen waar de geest waait. En hoe jij dat net ook beschrijft. En hoe dat in dat boek nog naar voren komt. Dat elke plek uh, een, een kans biedt en een waarde heeft. En dat beschrijven jullie in dat boek echt op ontzettend treffende wijze. Toen ik het open sloeg en die foto's zag, ook deze die jullie hier zagen. En las hoe jullie dat hebben opgeschreven... Zou ik bij wijze van spreken meteen willen afreizen naar dat Ariège-dal en daar zijn. Echt schitterend. En ook eh, die vrijheid die in jouw stuk en in dat boek terugkomt. Die, die spat van die pagina's af, en dan die vrijheid op een hele speciale manier. Die vrijheid die eigenlijk een synoniem voor liefde is. En in onze taal is elk woord betekent een afzonderlijk iets. Er schijnen talen te zijn geweest die dat helemaal niet hadden, maar die... Heel veel in één konden betekenen. En jullie benaderen dat in dat boek. Dat vrijheid en liefde, die krijgt daar zo'n veelomvattend betekenis uit dat boek. Nou, dat moet je gewoon lezen. Dan, dan voel je dat. Dus eh, ik eh, was heel benieuwd eh, naar wat jij daarbij zou vertellen. En je weet het ook hier weer te vertellen.